En Sunne, je bent natuurlijk papa geworden. Voor de tweede keer. Voor de tweede keer? Ja. Hoe was dat? Ja, heftig. Ja? Ja, nee, het is het mooiste wat er is. Ik bedoel, mooiste. Nee, dus, nee, ik bedoel, dus, nee, heftig in de zin van... Hij denkt, ik niet hoor, nee, ik heftig niet. In de zin van overwhelming. Het is gewoon, ja. Je wordt voor de tweede keer papa. En ja, het wordt, je staat van, ja, ik ben het wel gewend, ik ben vader en ja, ik ken het wel. Maar dan komt die tweede en het is gewoon een extra, ja, het is moeilijk uit te leggen. Het is overwhelming. Ik zie dat moment gewoon in je ogen. Je staat hier echt alsof je het opnieuw beleeft, ja, zeg maar. Die geboorte en dat moment. Het mooiste wat er is. En ik vind het ook best wel moeilijk. Het wordt steeds moeilijker om weg te gaan van huis, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja. De support van thuis is goed. Dus ja, het is fantastisch. En wanneer word jij papa? Ja. Ja, kom op. Je kan erop wachten. Nee. Nee? Wanneer word jij papa? Nee, dat doe ik. Ik voel je niet, hoor. Oh. Ja, ze vindt hem heel erg, pas op dan. Ze vindt hem heel erg interessant altijd. Ja? Dus raar, komt ze altijd. Maar het lijkt me ook wel dat er zit die zo. Ja, ja. Dat natuurlijk. Hele kinderen ding sla ik nog even over. Maar heb je wel een vriendinnetje op het moment? Ja, natuurlijk. Ja, helemaal in love en trouwplannen. Zie je dat niet? Ja, je straalt wel een beetje. Ja, je zit zo goed. Ja, ik geef hem 2015. Ja? Ja. Is er, maar ben jij het mee eens? Want gaat het dan een beetje in samenspraak, zeg maar, als hij een vriendinnetje krijgt dat jij denkt, oké, eerst goedkeuring of is het gewoon... Nou, het is gewoon, het is sowieso, wat hij kiest is goed, want hij heeft even een goede keuze. Dus ik heb er niks op aan te merken. Goeie smaak. Ja, goede smaak. Goede smaak. Goede keuze, zeg ik. Het is ook een goede keuze. Willen jullie heel even met z'n tweeën hierover? Ja. Even met z'n tweeën hierover praten? Het is gewoon zo van, oké. Heb ik die keuze ook goed gemaakt? Ja, heb je heel goed gemaakt. Ja. En nu is het alleen nog? Je had het net over 2015. Wat had er dan gebeurd? Dan hebben we uitbreiding van de familie. Neem er nog een? Ja. Kom op, Brian! Oké, maar wacht, nog één ding. Maar gaan jullie ook met z'n vieren op vakantie dan? Duits en jij? Tuurlijk, dat is heel gezellig. En oh, ik mag ook mee. Op de camping, ja. Gewoon lekker kamperen. Dat vind ik leuk. Kamperen. Ben je die door? Haringen slaan. Ja. En jongens, ik geef je nog één momentje samen. Ik ga daar even nog een drankje drinken. Oké. Okay. Even samenkomen hier. Oké. Okay. Ja. Weet je wat me wel leuk is? Ik heb wel een camping gezien. Die hebben ook zwembaden met van die glijbanen en die gaan over de kop. Oké. Okay. Gaan vakantie. Maar jullie zijn net aangekomen met het vliegtuig. Ja. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Is dat dan gewoon een normaal vliegtuig of gaan jullie gewoon met een... Transavia. Transavia? Ja? Ja. Nee, je hebt een private jet. Nee, 15 en 16, serieus. De jets zijn leuk, maar soms moet je ook een beetje Nederlands normaal zijn. Normaal blijven. Een beetje nuchter. Het geld kan je net zo aan je moeder geven voor een... Dat doe je dan ook. Precies. Maar wat wel leuk is, die mensen die geloven het ook niet in het vliegtuig. Die denken, nee, dat zijn ze niet, dat kan niet. Die gaan ook echt zo foto's maken, zo selfies en zo. Maar nog steeds niet zeker of jullie het echt zijn. Vorige keer waren wij het, Armin. Ja. Hele groep, en zelfs echt te kijken van vliegen zijn gewoon met Transavia. Dus ja, maar en bouwen jullie dan ook wel eens een feestje in het vliegtuig of houden jullie dan nog even rustig? Vaak zijn we helemaal verrot. Dus hij heeft de hele vlucht keihard geslapen. Ja. En jij zat er gezellig naast. Zo van, nou leuk jongen. Ik zat erachter, hè? Oh, jullie zitten tegenwoordig niet meer naast elkaar? We staan al zo vaak naast elkaar, dus weet je, de achterkant van zijn hoofd. Ik had mijn vliegen. Maar jullie zijn nog wel vrienden of is het al... Nee, we zijn nog steeds vrienden. Ja? Want jullie staan nu wel, normaal gesproken staan jullie altijd naast elkaar. Nu staan jullie wel... Ja, maar dat is toch ook... Moeten we ergens over praten? Jongens? Nee, het is allemaal nog steeds goed. Ik bedoel, ja, toch? We hebben niks op ons hart. Ja. Oké. Okay. En maar even serieus, hoeveelste keer Ibiza is dit voor jullie? Het is mijn tweede keer, dus ik ben nog een beetje een rookie. Het is mijn jubileum, tiende jaar op Ibiza. Echt waar? Ja, niet, we zijn 6 jaar geleden begonnen met draaien hier en daarvoor kwam ik al 4 jaar op Ibiza, ja. En hoe was die eerste keer dan? Weet je dat nog? Dat je hier voor het eerst aankwam en toen... Ja, ik weet het nog wel. Hoe ging dat? Toen hadden we geen hotel. Nee! We dachten, we gaan daar gewoon heen, we gaan het gewoon helemaal veroveren en daar gaan we gewoon zeilen en draaien. Maar dat ging helemaal niet. En toen kwamen we aan op het schip met je koffers en van... Ja. Ik was wel moe en ik wil douchen, maar waar gaan we heen? Toen hebben we echt zo'n een of ander klein hotelletje gevonden in de stad en daar konden we gelukkig verblijven, maar het was een avontuur. Maar hadden jullie toen nog een gig staan of ging je gewoon met je demootje en je tasje in hopen? Ja, cd'tjes en dan mix cd'tjes. Toen de tijd tracks die dan edits maakte, gaf je een DJ's Morello, toen weet ik nog, die ons een beetje aan, ja, thanks guys, en weer zo omdraaien en zo. En Sanchez was er toen nog en het was een leuke tijd. Maar is er iets uitgekomen toen? Waarschijnlijk wel, want jullie zijn hier nog steeds. Uiteindelijk na 3 jaar stonden we in Creta, of all places, met Erik Morello. En toen herinner ik me, weet je nog, in Ibiza, weet je nog? En hij zei... En toen... Hij zei ook geen nee. Toen
we hadden wel een connectie en toen leren we steeds meer mensen kennen. En dan krijg je kansen en die moet je dan pakken. En nu staan we hier voor de... We staan hier 10 jaar jubileum eigenlijk. Ja, ja. Vinden jullie niet dat we nog eentje moeten doen om dat even alvast te... Kijk, barman, nog 3 van deze alsjeblieft. 3 keer deze. Ik denk dat wij vanavond samen gaan draaien. Ik denk het ook. Dit vind ik wel hoe gezellig. Voel je die stem of niet? Dat ik nou. En maar luister, het is mijn 2e keer op Ibiza. Hebben jullie tips? Wat is jullie favoriete plek op het eiland? Wauw, er zijn er een paar. Ja, om te feesten of om te chillen? Om... Gewoon waar, als je nu terugdenkt aan al die jaren dat je denkt, nou dat was wel echt Nou, we hebben 1 keer een feestje meegemaakt en dat was toen de tijd was Benny Rodriguez, Afrojack was er, wij, wie nog meer, Michel de Heij. Ja. Maar met een groepje naar Circle Loco. Ja, het was en waar is Chucky, dat in de stad? Chucky, Afrojack, Benny Rodriguez, Andy Sherman. Heel veel mensen. Michel ja, nou, we zaten met z'n allen in een huis. Wij zaten met z'n allen in een huis. Michel Heij was aan het draaien. DC-10. DC-10, Circle Loco. En we wachten er niks van. En onze agent, ja, dat wordt helemaal te gek. En wij, ja, moe naar binnen. En ik denk dat het nog steeds het beste feestje is geweest die we ooit samen hebben meegemaakt. Ja. Maar hoeveel dagen ging dat door? Of nee, het was gewoon een feest. En toen was volgens mij Luciano was aan het draaien. En ook Local Dice volgens mij. Ik heb geen idee. En maar het was gekhuis met z'n allen. En, ja. Maar wat maakte het dan? Want ik bedoel, jullie staan... De Jerbas ongeveer... maakte het. De Jerbas, ja. Nee, maar wij stonden ook gewoon met z'n allen gewoon midden op de dansvloer. Zo voor die DJ van, ja, dit is gewoon geweldig. We staan hier gewoon, iedereen sprong op elkaars nek. Ik weet nog, mijn broertje zat op Afrojack's rug. En het was helemaal gek. Ik zat op Benny Rodriguez zijn nek. Ja, en op een gegeven moment kwamen wij met wc-rollen de zaal in. En gingen we gewoon een soort slingers ophangen. Ik ben eruit gezet. Hij werd eruit gegooid. Uit die party zelf? Ik heb weer op hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik heb een wc-rol en toen stonden er 2 van die Spanjaarden. En ik zeg van, weet je, sorry, ja, eruit. En diezelfde Spice van de vorige, ik zeg, ik betaal opnieuw, mag ik naar binnen? Nee. Voor een half uur. Ja. Kom maar binnen als je weer opnieuw betaalt. Jij hebt, wacht even, jij hebt opnieuw betaald. Ik heb opnieuw betaald om naar binnen te komen. Ja. Zo leuk was het. Zo graag wilde ik nog voor het laatste half uurtje naar binnen. Het was heel gek huis. Shit, de ladder staat dus hoog, want vanavond gaan jullie daarin omnieuw. En ik dacht, dit wordt mijn vetste feest op Ibiza. Ja, dat wordt het ook. Gaan we ervan maken. Gaan we er overheen vanavond? Ja, dat moet. Maar wat hebben we dan nog? Een wc-rol hoor ik net. Dat is sowieso belangrijk. Jerbas. Jerbas, genoeg. Dat hebben we ook nodig. Ik zit altijd naar die barman te kijken van, nog 3 alsjeblieft. Ja. Oh, die komen zo. En beats. Lekker. En beats. En jullie gaan draaien. Ja. Jullie hebben een paar nieuwe platen uitgebracht bij Spinning Records. Ja. Iets commerciëler volgens mij. Ja. Voor waar dan die keuze? Nou, we zijn natuurlijk bekend als de Club Guys. En we hebben heel lang met Spinning een beetje lopen steggelen van welke kant gaan we op. En we moeten een uithangbord hebben waardoor je de massa bereikt, zeg maar. En hoe doe je dat op onze manier? Nou, het is lang heen en weer gegaan. En we zijn eigenlijk op een soort gulden middenweg gekomen van welke sound bij ons past qua commercie. Dat vieze woord. Maar in ieder geval. Maar en we hebben met songwriters in de studio gezeten en we zijn eruit gekomen. En we zijn super trots op wat het eindresultaat is geworden. Dus heel spannend. Ja, heel spannend. Want je moet toch iets van jezelf ook inleveren in die zin. En er een nieuwe twist aan geven. Ja, wij zaten ook in die studio alleen maar met drums. En die andere muzikanten van, niet alleen maar drums. Hè. Het is ook nog wat anders. En het is echt wat hij al zegt. We zijn er erg blij mee. Maar de wereld ligt open nu. Absoluut, ja. Want en die live shows die hebben jullie al. Als ik jullie zie op zo'n feest, nou, jullie gaan helemaal los. Dat zit helemaal goed. Ja. Maar nu nog even die hit. Ja, en het is interessant. Want je gaat dan, je benadert het heel anders. Normaal ga je in de studio met z'n tweeën. En dan maak je een clubtrack. En ben je binnen 3-4 uurtjes. Heb je er basis eigenlijk al af. Ja. Maar dit is zo'n song die je aan het maken bent. Met heel veel mensen aan het praten. En eigenlijk meer over theorie. Van dit werkt en dit werkt niet. Met echt songwriters die voor Stevie Wonder geschreven hebben. Dat soort gasten die gewoon in de studio zitten. En denk je van je moet het zo benaderen. Want dit werkt. Deze toonhoogte en deze zin. Dat raakt hem. Wauw. Maar is er dus, want dat hoor ik wel eens. Ja. Is er een gouden formule? Is er een geheim? Nou, zij geloven er dus wel in. Die desbetreffende mensen met wie we werken. En die geloven dat een hit maken gewoon een... Ja, er is een formule voor. Ja. En, ik heb jullie laatste plaat gehoord. En ik denk een hit. Het hoeft niet per se een hele top 10. Grote superhit te zijn. Het moet gewoon... Een hele grote superhit zijn. Natuurlijk moet dat het zijn. Dat moet het zijn. Ja. Dat moet het zijn. Is dat het? Ja, dat, is het. Dat moet het zijn. Okay. Het wordt een hit. Nee, het moet vooral bij ons passen. Ja. En echt zijn, puur zijn. Tuurlijk. Ja, het was best wel een kawaii, maar we zijn eindelijk op het punt dat we denken, hier staan we achter. En, want tenslotte moeten wij hem een miljoen keer opzetten ook. Ja, anders word je volgens mij helemaal gek op een gegeven moment. Ik wil wel een beetje blijven dansen daar op die feestjes. Over dansen gesproken? Ja. Gaan we of niet? Let's go. Let's go. Ja. Party hardy in Ibiza, gek!